Edeo, hoe zuur is deze nederlaag? Ja, het is vervelend. Een hele zure nederlaag. Eerste helft was niet goed van jullie kant. Wat ging er niet goed? Nou ja, we werden gewoon volledig weggetikt. Onze veldbezetting tegenover Utrecht was gewoon niet goed. Daardoor konden zij telkens de vrije man vinden en ons gewoon wegtikken, als ik het zo kan zeggen. En tijdens, als je ziet dat het niet goed gaat, dat je daar moeite mee hebt, is het ook moeilijk om dat dan om te zetten, om het zelf te veranderen? Toch op zich toch wel. Daarom hebben we het gewoon goed vastgehouden tot de tweede helft. En toen speelden we anders, toen kregen we meer grip. En toen vond ik niet dat het terecht was, zeg maar, ondanks, door de tweede helft vond ik niet dat we niet terecht hebben verloren, zeg maar. Nee. Want wat heeft bijvoorbeeld de trainer in de rust tegen jullie gezegd? Wat moesten jullie anders doen? Nee, we hebben gewoon de formatie gewijzigd en daardoor was onze veldbezetting beter onze veldbezetting was gewoon beter tegenover Utrecht. Dus daardoor konden we gewoon makkelijker voetballen en makkelijker druk zetten. En dan creëer je ook kansen in de tweede helft. En dan krijg je ook nog een hele goede, ja, wanneer is dat? Kwartier voor het einde van de wedstrijd? Ja, ik kreeg de bal van Aydin. Ik kon hem met rechts schieten, maar het kon niet, want hij de lange hoek afgedekt. Kapte ik naar binnen, schoot met links, werd hij nog aangetikt. En het werd uiteindelijk wel gevaarlijk. Ja, en dan aan de andere kant gaat hij er wel in. Ja, dat komt wel even hard aan dan denk ik. Ja, klopt. Ik vind het jammer dat... natuurlijk vind ik jammer dat we verloren hebben, maar ik vind het jammer ook dat het niet door mij komt. Wil ik niet zeggen, maar gewoon dat ik erbij betrokken ben. Ja, zit niet lekker voor mij. Ik kan het niet tegen. Nee, want haal dat moment eens terug? Ja, nee, gewoon. Ik ging heel snel. Ik zag alleen dat Django 1-1 was met de rest buiten. Die trok hem terug. Maar ik zag mijn man natuurlijk, ik volgde hem ook. Maar hij was gewoon een teentje sneller. Gewoon, hij was ietsje sneller. En daardoor kon ik hem niet blokken. Ja, dan is het even balen. Ja, zeker. Tuurlijk, als je tegendoelpunt krijgt en je bent erbij betrokken, sowieso balen. Dus vindt het veel voor het team. Ja, tweede nederlaag op rijt. Daarvoor hadden jullie een goede serie. Hoe gaan jullie nu mee om? Nee, het is, je mag niet verliezen, vind ik thuis. Maar het is wel gebeurd, maar ik wil niet zeggen dat het meteen een crisis is. Gewoon. Dus volgende week tegen ADO moeten we gewoon de punten pakken. Zo kijk ik ernaar.